Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Het is weer matchday. Ik neem jullie vandaag mee naar Ajax Real Madrid. Zin in jongens. Tussen 2010 en 2013 speelde Ajax maar liefst 6 wedstrijden in de Champions League tegen Real Madrid. We verloren ze allemaal, maar sfeer was er zeker in de arena. Daar heb ik nog wat video's van en daar gaan we nu even naar kijken. Hartelijk welkom bij de UEFA Champions League wedstrijd van vanavond tussen ons, aller Ajax en Real Madrid. Dan was er natuurlijk ook nog de wedstrijd zelf, waarin we zoals gewoonlijk weer flink werden genaaid. En dan Halfwerk en 1-1. Maar hij wordt afgekeurd. Wat mij weer doet denken aan een legendarische wedstrijd in 1995, waarin ook de nodige doelpunten onterecht werden afgekeurd. Die een aardige tik krijgt van Puyo. En die bal gaat erin, maar hij wordt afgekeurd. Heeft Ajax nu. Die met Liedmanen. Tjongejonge, onderkant van de lat. Onderkant lat en die bal zat. Zag u dat? Die bal ging er gewoon in. Meer over deze legendarische wedstrijd zie je in de volgende video van Madrid uit. En dan hadden we ook nog onze Kroatische vrienden van Zagreb. En de knipoog Kroaat. Die gokte op zijn eigen wedstrijd. Lyon moest met 6 doelpunten verschil winnen. Ze stonden eerst met 1-0 achter en ze wonnen met 7-1. En of dat nog niet genoeg was, keurden de officials van de UEFA doodleuk nog een doelpunt van Ajax af. De spel op het moment van schieten. Hij heeft weer ongelijk. Weer een fout van de grensrechter voor de tweede keer. Nou, het is ondertussen middag. Gaan we eens naar Amsterdam toe. Kijken of er al wat supporters in de stad zijn. En of we ergens een biertje kunnen scoren. Kandinsky, hier hebben we heel wat gezeten hoor. Proost nou. We zitten weer bij Mantos in de, hoe noem je dat ook alweer, in zijn filmpje. Nou, lachen man. Cheers. 4-1. Lekker furt. Oh, wat dan met die camera? Madrid, Cabron, saluta champion. We zijn op het Arenaplein. Hier staan al die jongens.
sta achter helemaal lam te zijn. Ik durf niet op camera, want ze zei, ah nee, ik krijg ruzie met mijn baas en dan word ik ontslagen. Want ik ga lam naar Ajax toe. Zo simpel hè jongens. Nou, dan mis je hem.
hem, ja. Jammer. Wedstrijden lang ben je ongeslagen in Europa. 12 wedstrijden lang en de 13e wedstrijd verlies je op zo'n manier van Real Madrid. Ten eerste kan je Madrid is gewoon dodelijk efficiënt. Ze krijgen twee kansen, ze scoren twee doelpunten. Maar als je dan bedenkt dat de allereerste afgekeurde VAR doelpunt op de naam van Ajax komt en op zo'n manier. Ik ben zelf keeper. Dit was niet de keeper hinder. Als je de keeper hinder, sta je hem op zijn tenen. Sta je hem op zijn neus. Dit was niet de keeper hinder. En als je dan op zo'n manier verliest 2-1 van Madrid, dan ben je gewoon alweer, helemaal met het oog op wat ik eerder liet zien, dan ben je gewoon weer genaaid door die UEFA Mafia. Deze video, vergeet niet te abonneren. Kijk eventjes links of rechts voor een andere video. En tot in Madrid. Tot de volgende keer. Later.